weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik je laten zien op wat voor verschillende manieren je oogpotlood kunt gebruiken. Ik kreeg deze vraag namelijk van een kijker. Ik weet uit mijn hoofd niet meer van wie precies, maar in ieder geval hoe je oogpotlood en lipliner kunt gebruiken. Dus in deze video ga ik je laten zien hoe je oogpotlood kunt gebruiken en waar je het precies allemaal kunt aanbrengen. En in een volgende video zal ik dat met lipliner gaan doen. Sorry alvast van tevoren dat ik niet zo enthousiast ben. Dat ik wat zachter praat misschien. Maar ik heb volgens mij iets van een keelontsteking of wat dan ook. Ik heb een hele zere keel en ja, don't mind it alsjeblieft. Sorry daarvoor alvast. Ik kan er niet veel aan doen. Maar ik wilde toch een video opnemen. Zo eigenwijs als ik ben voor jullie. En ik denk, ja, ik voel me verder in principe ook wel oké en wel goed. Dus ik heb alleen wat last van mijn keel. Voordat je oogpotlood gaat aanbrengen, is het eigenlijk altijd wel belangrijk dat je een basis op je oog hebt zitten. Tenzij je het natuurlijk niet op je oog gaat aanbrengen, maar op je waterlijn of tussen je wimpers. Wat ik dadelijk ook ga laten zien. Dan hoeft dat niet per se, maar ga je het op je ooglid aanbrengen. Dus echt op het bewegende gedeelte van je oog. Dan is dat wel heel erg verstandig. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik gebruik hiervoor de MAC Paint Pot in Soft Ochre. Die breng ik aan over mijn hele ooglid. Zodat ik een goede basis heb. En breng hem ook even onder mijn oog aan. Voor het geval dat ik daar iets van kleur aan wil brengen. Sowieso heb je eigenlijk twee soorten oogpotlood. Eén waterproof. En eentje niet waterproof. En waterproof kun je eigenlijk het beste aanbrengen altijd onder, zeg maar, op je waterlijn van je oog. Dus dat is dat gedeelte wat je hier, zeg maar, ziet waar je wimpers aan vastzitten. Het allereerste wat je gewoon kunt doen met een oogpotlood is natuurlijk gewoon een simpel lijntje zetten. Zodat je gewoon iets ziet, zeg maar, op je oog. Dat er een lijntje zit en dat je iets op je oog hebt. Dat ga ik dus ook doen. En vaak doe je dit meestal als laatste stap. Gewoon een lijntje bij je oog zetten. Vaak wanneer je oogschaduw op hebt gedaan en je wil gewoon net iets meer nog. Die finishing touch, om het zo maar te zeggen. Dat het meer afmaken, dan zet je een lijntje bijvoorbeeld bij je oog neer. Wat je vaak ook ziet wat er gebeurt, is dat mensen dus gewoon een lijn neerzetten. Helemaal niet netjes. En dan het vervolgens gaan uitsmutsen met gewoon een kwast, een platte kwast voor de ogen. En dit zorgt ervoor dat je dus een beetje een smoky effect krijgt. En een hele goede basis voor oogschaduw. En voor een ooglook. Kun je overigens ook met je vingertoppen doen. En dan heb je eigenlijk al een beetje een smoky eye, om het zo maar te zeggen. Die je natuurlijk nog veel meer intens kan maken met nog meer zwart toevoegen, oogschaduws toevoegen. Maar dit is eigenlijk een beetje de basis. Wat je dan ook vaak ziet is dat mensen dus het zwarte oogpotlood eigenlijk als basis gebruiken om daarna nog een kleur aan te brengen eroverheen. Dit kan bijvoorbeeld een zwarte kleur zijn, maar je kunt ook een totaal andere kleur erover aanbrengen. Bijvoorbeeld een wat donkerdere kleur. En daarmee zorg je ervoor dat die kleur nog intenser wordt. Als je bijvoorbeeld een donkerroze kleur erover aanbrengt, een donkerbruine kleur. Die kleuren worden dan nog meer intens. Ik ga er nu een beetje een bordeauxroze kleur overheen aanbrengen van Sleek. Deze kleur. En zoals je ziet wordt die kleur dan nog donkerder en daardoor nog intenser. Dat heb je ook als je bijvoorbeeld een witte basis aanbrengt. Dan heb je dat met name bij heel veel knallende kleuren. Dus groen, blauw. Die poppen dan nog meer uit. Maar met donkerdere kleuren, donkerkleurige oogschaduws, kun je dus beter een donkere basis zoals zwart gebruiken. Die zorgen ervoor dat die kleuren oogschaduws dan nog meer intens worden. Verder kun je hem natuurlijk ook gebruiken, zoals ik al zei, voor op je waterlijn en voor tussen je wimpers. En wat is nou het verschil? Want dat verschil is heel minimaal. Tussen je wimpers, dan breng je hem echt meer een beetje aan, echt zeg maar meer rechterop aan. Dus echt ertussenin en echt
Dan ga je echt een beetje tussen die wimpertjes zitten friemelen om, om het oogpotlood daar aan te brengen. Doe dit overigens ook wel weer met een waterproof oogpotlood, omdat je ogen natuurlijk nat zijn. Anders zorgt het ervoor dat het gewoon heel snel vervaagt en ja, dan is het weg. En de waterlijn zit gewoon wat dieper. Die zit dus echt als je naar beneden kijkt. Dan is dat weer zeg maar dat wittige gedeelte, dat huidskleurige gedeelte wat je ook onder ziet. Dus dat randje zeg maar. Die kleur je in als je de waterlijn wil inkleuren. De wimperrand is vrij lastig altijd om in te kleuren. Het is echt een beetje prielwerk om het zo maar te zeggen. En ja, persoonlijk zelf kleur ik vaak ook mijn... En persoonlijk kies ik er vaak ook voor om gewoon mijn waterlijn in te tekenen. Want dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Ga ik nu ook doen, zodat je dat verschil een beetje kunt zien. En hier heb je ook weer diverse manieren voor. Het fijnst vind ik gewoon zelf om mijn potlood er tegenaan te zetten en hem dan in te kleuren. Maar je kunt er ook voor kiezen om hem eventjes zeg maar, omhoog te trekken en dan in te kleuren. Je kunt ervoor kiezen om het potlood zeg maar, tussen je oog te doen en hem dan zeg maar, zo er tussendoor te trekken. Dan zit er ook zwart op. Je moet even uitvogelen voor jezelf wat jij het prettigst vindt om ja, dat te doen. Zeg maar. Dan ziet het er vervolgens zo uit. Al een heel verschil. En je ziet ook gelijk bij mij heel goed het verschil met dit oog. Dat mijn oog gelijk al wat kleiner wordt. Dus ik moet daar altijd heel erg mee oppassen. En heb jij net als mij dus ook hele kleine ogen. Of althans hele smalle ogen. Moet je daar echt mee oppassen. Want het wordt alleen nog maar kleiner. Ik ga nu aan deze kant zal ik nog een lijntje gaan aanbrengen hier onder het oog. En dan zal ik deze kant zal ik dadelijk even hetzelfde opmaken als deze kant. En dan zal ik een lijntje op de waterlijn aanbrengen. En dan zie je ook dat verschil. Zo, ik heb dezelfde ooglook gemaakt als hier. En aan deze kant zal ik dus nog een lijntje gaan aanbrengen op de waterlijn onder. Dat doe ik ook weer met het waterproof oogpotlood. Die gebruik ik trouwens van de HEMA. Die vind ik heel erg fijn. Blijft heel goed zitten. En ja, die verdwijnt ook eigenlijk niet zo snel gedurende de dag. Wat je vaak het beste kunt doen onder, is maar ongeveer tot de helft of 2/3 je lijntje aanbrengen. Daardoor zorg je ervoor dat je oog weer niet te klein wordt. Anders zorg je ervoor dat je oog weer heel erg gaat krimpen en dat is nu niet het geval. Zoals je kunt zien, nou heb je een beetje een vergelijking. Ik vind persoonlijk bij mij dit net iets mooier staan, omdat ik dit al vrij hard vind bij mezelf. En dit is toch net... Het staat mooier bij de look, zeg maar. Het staat mooier bij zijn geheel. Het maakt hem net wat intenser. Net wat smokier, zeg maar. Dit is ook wel heel erg mooi. Althans, smokier maakt dit hem misschien meer. Maar intenser maakt dit hem meer. En ik heb het idee dat dit al best wel bij mij het sneller klein maakt, zeg maar. Dan een lijntje daar. Maar dat is bij iedereen verschillend, natuurlijk. Wat het mooi staat. En dat is afhankelijk van je oog eigenlijk. Hoe die vorm is. Dan waren dit eigenlijk de diverse manieren waarop je een oogpotlood kunt gebruiken. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik hoop dat je er iets van geleerd hebt. En ja, vooral oefenen dus. Uitproberen. Ga maar experimenteren. Dat is eigenlijk de beste manier om erachter te komen wat jij het prettigst vindt en wat bij jou het mooist staat. Ik wil je dus hartelijk bedanken voor het kijken en dan zie ik je graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Doeg!